Om het rekenen met volumiek gewicht, verzadigingsgraad en poriegehalte te illustreren, heb ik een klein testje uitgevoerd. Ik heb in een maatcilinder ongeveer een liter stenen gedaan en ik heb hiervan het gewicht bepaald. Dit levert een volumiek gewicht op van 14,1 kN per kubieke meter. Op basis van dit volumieke gewicht kan ik het poriegehalte uitrekenen. De vergelijking voor het droogvolumiek gewicht is immers gamma droog is tussen haakjes 1 min n keer gamma korrel. Als ik n uitreken, kom ik uit op een waarde van ongeveer 0,47. Ofwel, iets meer dan de helft van de grond wordt gevuld met korrels en iets minder dan de helft met poriën. Uiteraard kan ik dit ook doen voor grond die gedeeltelijk verzadigd is. In dit geval tot een verzadigingsgraad van 0,4. Het volumiek gewicht neemt uiteraard toe, want er komt gewicht van water bij. Als ik het ga wegen, dan kom ik op een volumiek gewicht van 16,1 kN per kubieke meter. Ik kan natuurlijk ook de vergelijking gebruiken om het uit te rekenen. Dan volgt gamma is 1 min n keer gamma korrel plus n keer s keer gamma water. Als ik die vergelijking uitreken, dan kom ik op een volumiek gewicht van 15,9 kN per kubieke meter uit. Je ziet dat hier een klein verschil in zit, wat heel goed zou kunnen worden verklaard door bijvoorbeeld het feit dat het volume aan stenen niet exact een liter is, maar iets meer, zoals je op de foto kunt zien. Hetzelfde kan ik ook doen voor de nog iets hogere verzadigingsgraad, 0,6 bijvoorbeeld. Ik kan weer het monster wegen en daaruit het volumiek gewicht bepalen en ik kan weer de formule toepassen. Ook hier zie je een kleine afwijking. En als laatste stap heb ik het monster volledig verzadigd tot een S is 1. Hier heb ik ook weer het monster gewogen en ik heb de formule toegepast. De formule in dit geval wordt iets simpeler. Gamma zat is tussen haakjes 1 min n keer gamma korrel plus n keer gamma water. De S is 1, hoef je niet op te schrijven in de vermenigvuldiging. Je ziet dat het verschil tussen de berekende en de gemeten waarde steeds kleiner wordt.